Hey jongens, mijn naam is Sarah. Dit is de Kleine Groene Planeet en dit is dag 7 van de Zero Waste Zomer Challenge. Vandaag wil ik het met jullie hebben over vegan eten op vakantie. En zoals in iedere beschrijving van deze serie staat, het is thuis veel simpeler om zero waste en in dit geval vegan te leven dan op vakantie. Maar het is ook niet heel ingewikkeld. Want het hangt er natuurlijk vanaf, als je naar een all-inclusive hotel gaat, is het waarschijnlijk ingewikkeld. Maar als je in een stad zelf gaat eten of gaat kamperen en dus je eigen eten kookt, is het niet heel ingewikkeld. En als je zelf eten gaat koken, of dat nou in een appartement is of bij je tent, je kunt gewoon bij de supermarkt van alles kopen. En in sommige landen is het moeilijker om iets van een vegaburger te scoren, maar dan kun je nog steeds van alles maken. En ik heb in de januari challenge een video gemaakt over wekken, dus check die uit. Ik heb ook een live action video waarin ik laat zien hoe je moet wekken. Dus als je gaat kamperen of ergens anders zelf eten gaat koken, kun je bijvoorbeeld pasta saus wekken. En dan heb je in ieder geval eten. Ik had vorig jaar ook een pot pindakaas mee, voor het geval er geen ander broodbeleg te vinden zou zijn. Dat je in ieder geval brood kunt kopen en iets hebt om op je brood te doen. Dus dat is ook een tip. En een andere tip is... Happy Cow. Jullie kennen waarschijnlijk Happy Cow allemaal. Maar stel je voor, we gaan naar Rome op vakantie. Rome. Dan zoek je Rome. En dan kun je aanvinken of je alles wil of alleen maar vegan. Maar als je voor alle opties gaat, kun je zo niet heel goed zien. Maar dan kun je vegan, veg opties, vegetarian. Maar dan kun je bijvoorbeeld vegan restaurants vinden in Rome. Dus als we alleen voor vegan gaan. Je kunt ook farmers markets en dat soort dingen zoeken. Maar we gaan voor vegan in Rome. En in Tilburg, waar ik woon, zit bijna niks. In sommige andere steden in Nederland wel meer. Maar... hier heb je een hele rij met allemaal veganistische restaurants. En er staat bij of ze open zijn of niet. En hun adres. Dus dan kan je supermarkt een plek vinden om te lunchen of avondeten te eten. Laat me in de comments weten waar je heen gaat op vakantie. En abonneer je, deel dit met je vrienden. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!